Voorzitter, de vraag is gesteld naar aanleiding van de Volksgezondheidsbank van Noord-Oost-Groningen. Naar aanleiding van een stuk verantwoording 2008, Volksgezondheidsbank 24 maart 2009, de volgende vraag. 1. Wanneer was de tegenwoordigheid van wetenschap en bestuur op de hoogte van de door de accountant gerapporteerde tekort en het probleem bij de VKB? 2. Waar is het door de vertegenwoordiger, net als Klosta, nooit over het dreigende tekort en problemen in de commissie gerapporteerd? Bij het agendapunt inbreng, terugkoppeling, gemeenschappelijke regeling. Daarvoor is het agendapunt natuurlijk op de agenda gezet. 3. Vond u het niet nodig om eruit die u heeft genoemd te informeren over de gangbezijgen bij de VKB? Ik heb al een aantal vragen daar nog bij. Wij vinden het vreemd dat deze bekendmaking van het tekort zo laat naar de raad toe gaat. Als je dus even teruggaat en een stuk wat erbij is, wordt al geschreven dat de eerste helft al een behoorlijk tekort is. Dan neem ik aan dat wij ook regelmatig als een bok op de havenkist gaan zitten, hoe dat verder verloopt. Nu moeten we constateren dat het bijna 5 ton tekort is. Een aantal weken terug is het al gemeld vanuit, denk ik, Appingedam dat dat zo is. Dat vind ik op zich een verkeerde gang van zaken. Dat er niet goed begroot wordt, was toen ook al zo. Toen was het andersom. Waakzaamheid is geboden. Mijn vraag is dan ook, vanuit het CDA, van hoe is die waakzaamheid eigenlijk ter volmaking gekomen? Want u hebt al vaak gezegd, ik ben officier, voor de burgers, dat juichen mij toe. Maar u bent ook officier van toezicht namens ons, daar denk ik. En dan vind ik dat de gemeenteraad duidelijk op de hoogte moet blijven van dit soort ontwikkelingen. Want de Volksgezondheidsbank heeft natuurlijk ook zin, een goede functie ook voor onze inwoners. Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat de raad daar onthouden wordt van hoe de zaken erbij liggen. Ik heb een aanzonder vraag, want dat is het probleem steeds met dit soort stuk. Het zijn stukken van de gemeenschappelijke regeling. Die horen niet op een ingekomen stuk. Die horen gewoon als agenda geprobeerd te worden. Je kunt er rustig over spreken. Maar dan wordt iedere keer voldoende met vragen gesteld, terwijl het eigenlijk een discussiestuk is voor de raad. Want het is een stuk van de gemeenschappelijke regeling waar wij verantwoordelijk zijn. Dus eigenlijk een volgende keer gewoon als agendapunt op een commissievergadering. Dan kan iedereen vrij over spreken wat aan de hand is. En niet weer als ingekomen stuk bij honden, zo'n ding. Voorzitter, dank u wel. Ja, meneer Koster, ik heb één klein vraagje aan u, voordat u de vraag geformuleerd heeft. Met uw fractievoorzitter overleg gehad, of niet? Die zit in Polen, dus ik niet. Nee, ik was wel een beetje bang over. Wat dan? Ik stel de vraag niet namens de fractie. Ja. Ja. Maar dan begrijp ik in elk geval de vraag. Laat mij u meenemen naar het tijdspad, zoals ik die heb doorlopen. En dat betekent wat mij betreft dat ik mijn eerste VKB-vergadering, even zo uit mijn hoofd, het zal hier niet jullie geweest zijn, nee, dat moet iets later geweest zijn, dat zal na de zomervakantie van 2008 geweest zijn. In mei was ik er niet, hè? Nee, precies. Daarbij merk ik ook op dat uw vertegenwoordiger in dat bestuur deel uitmaakt van het algemeen bestuur, dus niet van het dagelijks bestuur. En dat kenschetst ook de positie die ik hierin inneem. Dat er discussie gaande was binnen de VKB is mij helder geworden in december vorig jaar, rond de kerst. Kort voor of kort na de kerst. Omdat op dat moment de discussie tussen de dagelijks bestuur en de directeur van de VKB gaande was over wat later door de interdirecteur zou worden gerapporteerd, wat ik aan u voorleg. Op 26 januari is de eerste informatie gekomen in globaal opzicht, 26 januari. Dat kunt u ook zien aan bijlage 2 van het stuk, daar staat die datum ook gewoon in. Waarin duidelijk werd dat het een tekort was binnen de VKB en dat deze wellicht een aanzienlijk bedrag zou belopen. Bedragen werden op dat moment nog niet genoemd. 26 januari was dat. Op 28 januari, 2 dagen later, meneer Koostra, heb ik het seniorenconvent, waar uw fractievoorzitter ook bij zat, geïnformeerd
dat er discussie gaande was. Wat deze discussie tot op dat moment op grote lijnen, want als aanbeeld wist ik op dat moment op grote lijnen, inhield. En heb ik, omdat ik natuurlijk als ondernemer weet hoe je ongeveer moet rekenen als er mensen te veel in je onderneming zitten, per persoon over de duim, dus een vlotte rekensom gemaakt. Meneer Van der Wal herinnert zich dat ook nog wel, dus ook meneer Van der Wal weet dat ik op 28 januari het seniorenconvent, tot op zekere hoogte voor zover ik het toen wist, heb geïnformeerd. En ik heb op dat moment met datzelfde seniorenconvent afgesproken dat de volgorde der dingen zou zijn exact zoals die nu is gelopen. Voorzitter, even een tussenvraag. De seniorenconvent is niet de gemeenteraad van Winschoten. Klopt. Dus wat u vertelt, de seniorenraad, of seniorenconvent, dat maakt mij niks uit. Ik ben raadslid van de gemeente Winschoten en u hoort hier mij te informeren in de commissievergadering bij dit agendapunt, mededeling van maatschappelijke regeling. Dat is wat afgesproken is. En als u met een seniorenconvent wilt spreken, dan mij, dat maakt mij niks uit, maar ik wil hier de informatie. Ik stel voor dat u dat dan toch met uw eigen fractievoorzitter opmerkt. Dat ik stel u als vraag te horen dat u ons niet geïnformeerd is als raad. Ik heb met uw fractie gehoord. De seniorenconvent is maar een klein deel van de raad. En u moet eens een keer begrijpen dat niet die de baas zijn, maar de raad in de mens gewoon de raad zelf die u verantwoordelijk bent. We zullen horen wat de raad ervan vindt. Ja. Ik stel voor dat de meneer Koosta, ik stel voor dat de wethouder zijn verhaal even afvangt. U dan is door de aanwezigen van het seniorenconvent toestemming gegeven voor deze gang van zaken. Op 25 februari, een maand later, heb ik datzelfde seniorenconvent, waar ook uw fractievoorzitter weer bij zat, maar waarvan u van alles vindt, hoor ik wel. Nee, voorzitter, ik aardeer mij. Ik koos daar ook, wil jij even wachten op de eerste termijn? Ik geef wel een woord. Ik zeg het voor jou, Rizzo. Nee, maar zo langzaam misschien wel. Ja, geef langzaam wel. Dan heb ik even een stelling in woord, dan kunt u in de eerste termijn terugkeren. Ik heb het rapport uiteraard in volle omvang aan u voorgelegd. Meneer Van der Wal, weet u volgens mij van mij dat ik voor de raad niet zo heel veel wil gebeuren. Maar ik doe dat op het moment dat ik ook de informatie heb die ik moet hebben om eraan te vertellen wat er aan de hand is. En niet op het moment dat ik allerlei veronderstellingen over de duim hier met u moet gaan discussiëren. Dus daarin ligt ook de logica van de afspraken met uw seniorenconvent. Maar het seniorenconvent beslist natuurlijk niet over de gang van zaken. We zitten daar als zijn, tenminste ik wel, en ik heb ook verder helemaal niets daarover gezegd, en dat mag ik wel zeggen. We zitten daar gewoon aan te horen voor kennisgeving, en de plaats waar dit besproken wordt, is hier. En die informatie heeft u gegeven, dat verwijt ik u ook wel helemaal niet. Bovendien, u schetst precies, u zit al met bestuur, lopen we erachter. Maar ik wil u toch wijzen op, u hebt pas de tweede helft vorig jaar vergaderd, En u hebt ook correct naar het seniorenconvent gehandeld, vind ik op zich prima. Alleen nogmaals, dat ontslaat u niet van om de verantwoording af te leggen in de commissie, zeker uw raad. Daar blijft natuurlijk gewoon als een paal boven water staan en daar praat ik over.